Ik ben Eva Masias. Ik ben een Poolse kunstenares die op dit moment in Nederland woont. Ik woon hier vanaf 2003. Ik heb mijn opleiding schilderkunst en pedagogische opleiding in Polen gevolgd, maar ik heb ook een tijdje in Groningen op de academie in Nerva gestudeerd. Na mijn afstudeerproject woon ik in Nederland, in Ermelo. En dit jaar mag ik in de Warmond exposeren. Dat is kunst maken. Mijn drive is wel mensen kijken. Mijn drive is wel iets buitengewoons aan het leven te halen. En dit is mijn inspiratiebron voor mijn schilderijen. Ik maak dat op nu toe een ontwikkeling. Ik begon met gewoon studiewerken, werken naar aanleiding van studies van model. Daarna werd het meer abstract werk, architectuur. En op dit moment ben ik weer teruggekomen naar figuratief werk. En mijn inspiratiebron zijn alle meesters, zoals Caravaggio, de kunstenaar van de 17e eeuw. En ook alle mythische verhalen van Icarus. Mijn werk is vooral eerlijk. Ik maak wat ik wil. Ik maak niet wat andere mensen van mij verwachten. En dat is denk ik de kracht van mijn werk. Ik zoek altijd onderwerpen overal. Dat kan oude kunstboeken zijn, dat zijn tentoonstellingen, maar dat ook mijn familieleden. Dus wat onderscheidt mij van andere werken is eerlijkheid. En omdat het ook simpel is, maar niet simplistisch.